Ik weet nog de eerste dag toen ik mijn aandeelhoudersovereenkomst getekend had en ik over die drempel liep. Toen dacht ik, dit is van mij. Je moet jezelf continu blijven uitdagen als marketeer. Wat je bijvoorbeeld ziet is dat Google, die wordt steeds minder gebruikt. De oude strategieën van een paar jaar geleden was van oké, we moeten allemaal influencers gaan creëren. Ja. Ja, dat is helemaal niet meer nodig. Waar liggen de kansen voor bedrijven en merken op het gebied van content marketing? En hoe geef je leiding aan een sterk groeiend content marketingbureau? Daarover praat ik met Dolly van den Akker. Zij is CEO van de MPG Groep. Dolly, van harte welkom. Ja, fijn om hier te zijn. Ja, more than welcome. Wat ik jou hoorde vertellen op een congres was dat je zegt paid wordt minder en owned wordt meer. Wordt paid inderdaad minder? Ja, nou je ziet dat met name echt het hardcore reclameblokken inkopen. Ja. Dus de standaard tv-commercials, dat neemt af. Je ziet dat heel veel bedrijven hun marketingbudget anders inrichten. Dus er wordt veel meer budget besteed inderdaad aan gewoon owned en inderdaad board media. Dus daar zien wij ook heel duidelijk de groei op het gebied van content marketing. Een andere ontwikkeling die jij schetste was dat bestaande search engines vergrijzen, noemde jij. Wat bedoel je daarmee? Nou, wat je bijvoorbeeld ziet is dat Google, die wordt steeds minder gebruikt. Zijn veel meer mensen bijvoorbeeld op YouTube gewoon video's gaan kijken. Ja, ja. Waardoor je ziet dat YouTube de nieuwe zoekmachine gaat worden. Dan zal dat Google worst wezen, want ze is dezelfde eigenaar. Natuurlijk, dat maakt op zich niet uit. Maar je moet daar wel als merk van bewust zijn. Ja. Want wij adviseren nu dus ook merken, ga echt goed nadenken over je YouTube-strategie. En daar valt nog wel wat veldwerk te verrichten. Want daar is nog heel veel te doen. En ben je bewust dat het steeds belangrijker wordt om met beelden te werken. Ja. Zowel bewegend als stilstaand. Ja. Want dat is waar consumenten nu behoefte aan hebben. Dus dat bedoelde ik daarmee. Dus Google is over zijn hoogtepunt heen. Ja, zeker. Aha. Ja. Daar hebben we het ook al vaker over gehad. Hè? Ja. Hoe zit dat nou bij bedrijven? Ik bedoel, ik heb toch nog steeds best wel het idee dat heel veel bedrijven daar best wel moeite mee hebben, toch? Met hun purpose. Nou, ik vind dat daar wel hele goede stappen gezet worden. Ja? Ook omdat consumenten eisen het. Ja. En zeker de wat meer jongere generaties, die vinden het ook meer dan logisch dat bedrijven die verantwoordelijkheid nemen. Mm. En wat je ook ziet uit allerlei recente trendonderzoeken, is dat het in deze tijd meer dan ooit verwacht wordt. Mm-hmm. Omdat consumenten ook denken van nou, bedrijven, jullie verdienen een hoop, maar je moet ook echt wat teruggeven. Ja. Dus duurzaamheid in brede zin staat echt op de agenda van de board. En dat is waar het natuurlijk wel moet starten. De rol van influencers neemt af. Ja. Ten opzichte van de experts. Ja. Leg eens uit. En je hebt natuurlijk ook best veel vloggers, bloggers die ook van alles over voeding bijvoorbeeld verspreiden. Mm-hmm. Maar er zijn natuurlijk ook echte experts die inderdaad precies weten hoe je tot een gebalanceerde maaltijd komt. En wat we nu zien is dat er veel meer vraag is naar die echte experts. Daar is gewoon meer vertrouwen in. Aan de andere kant snap ik ook wel dat je met influencers wil werken. Als jij content marketing wil gaan doen en jij kan werken met een influencer die gewoon een heel groot bereik heeft onder jouw doelgroep. In plaats van een expert die er misschien objectief veel meer verstand van heeft, maar die met 3 volgers op Twitter zit, dan snap ik ook wel even die influencer kiest, toch? Nou, dat ligt er ook weer aan. Kijk, uiteindelijk moeten mensen je wel vertrouwen. Ja. Hè, want als je kunt een hoop bereik hebben, maar als mensen je videootje niet uitkijken, mm-hmm. Dan heb je er nog niks aan. Nee. Dus uiteindelijk gaat het erom om die boodschap over de bühne te brengen en om die echte relatie op te bouwen. Dus echte experts zijn de nieuwe influencers eigenlijk? Ja, daar zitten heel veel kansen voor bedrijven. Eigenlijk een soort mix van een influencer en een vakexpert. Ja, klopt. Oh, mooi. Ja. Nieuwe rol. Als je met commerciële KPI's wil werken op content marketing. Kijk, je kan natuurlijk pak Google Ads en je wil een productje verkopen. Dan knal je de budget in en je ziet de click-through en je ziet de conversie op je website. En klaar is Kees, gemeten. Als jij content marketing maakt en dan je maakt een documentaire of je maakt een interviewserie of whatever. Hoe vertalen jullie dat naar sales? Of vertalen jullie dat altijd naar sales? En ja, hoe? Ja, dat proberen we wel. Ik zal even een praktisch voorbeeld. Ja? Bijvoorbeeld de NS, ook al een aantal jaren klant bij ons. Daar hebben wij echt als commerciële doelstelling additionele reiskilometers creëren. Ah, nou, dus meer mensen de trein in. Meer mensen de trein in, inderdaad, plat gezegd. Ja. Dus daar hebben we natuurlijk een aantal
nou, middelen voor om dat te meten. Ja. Maar dat wordt echt ook door een onafhankelijk bureau gemeten. Van hoeveel additionele reiskilometers hebben de content van MPG gecreëerd? Dat is natuurlijk een hele discussie nu gaande. Hè, van moet je alleen shareholders value als economisch principe hanteren? Of moet je ook naar duurzaamheid, de wereld mooier maken, mensen gelukkiger maken, de wereld groener maken? Ik verzin maar wat. Daar kun je natuurlijk ook op meten. Gebeurt dat al? Nou, dat zie ik wel steeds meer gebeuren. Want daar is de content marketing met name super tof voor. Zeker, ook, maar voor allebei hoor. Maar dat zeker de grote bedrijven, die meten dat om de noemen reputatie. Okay. Omdat dat uiteindelijk ook direct je reputatie beïnvloedt. Ja. En dat heeft te maken met je bijdrage aan de maatschappij. Ja. Maar ook met hoe sympathiek word je gevonden als merk. Hoe dichtbij staan je? Hoe herkennen consumenten zichzelf in het merk? En dat zijn allemaal variabelen die meer en meer gemeten worden. Ja. Dus ik denk dat dat meer gebeurt dan we doorhebben. Ja. Denk jij dat content marketing de wereld beter maakt? Ik denk niet dat content marketing aan zich de wereld beter maakt. Maar ik denk dat dat echt met ondernemerschap te maken heeft. Ja. En wij proberen de merken te challengen om gewoon hun eigen lat hoger te leggen. Zodat zij de wereld beter kunnen maken. Ja, ja. En ik geloof wel dat als je de juiste verhalen vertelt en echt loyale klanten daarmee creëert. Ja. Zodat zij ook tot actie overgaan. Dan maken we samen de wereld een beetje mooier. Maar uiteindelijk... Ja, blijft de basis natuurlijk toch gewoon... Heeft een hele commerciële laag. Ja, ja, precies. Mag ik jou heel veel plezier wensen en heel veel succes de komende tijd. Gaat dankjewel. Zeker lukken. Dankjewel dat jij mijn gast was, Dolly. Graag gedaan. En dankjewel voor weer het kijken naar een nieuwe video hier op 7DTV. En als je hebt zitten luisteren naar de podcast, ook hartstikke dankjewel daarvoor. Wil je nou nog, en dat geldt eigenlijk alleen voor de YouTube-kijkers, maar ben je nou geïnteresseerd in content marketing en alles wat daarmee te maken heeft? Hierna twee nieuwe video's die op dit onderwerp verder doorgaan. Voor nu dankjewel voor het kijken. Hoi.